Goeiedag. Nee, je bent toch niet gek, hè? Ja. Nou, nee, ik ben niet gek, nee. Nee, ik ben niet gek. Moet dat dan? Nee, jongens, welke loeders, moet de deur nog open doen? Doet u de deur even open, dus doet u even een stapje naar voren. Waar is dat nou voor? U weet veel van voetballen. En, toch? Ik kijk graag voetbal. Ja, toch? Ja. En, u bent toch ook een Ajax-fan? Ja, helemaal. Als het erg spannend is, dan loop ik weg. Dan gaat u weg? Ja. Oh, dus als het... kan ik het niet aanzien. Dan loopt u de kamer uit? Ja. Echt waar? Ja, altijd. En als ze dan verloren hebben, wat dan? Nee, kijk ik niet, dan wil ik het niet zien. Dus dan kijkt u niet naar Studio Sport? Dus nee. Als Ajax verloren heeft, dan... Nee, ik kijk niet. Dan wil u de wedstrijd niet meer zien. Bent u wel eens bij een wedstrijd geweest van Ajax? Nee, nooit. U bent nog nooit in het Ajax-stadion geweest? Nee. En u bent al zoveel jaren fan? Ja, ja. Heeft u wat te doen vandaag? Ja. Wat gaat u doen dan? Want je bent nog niet van plan me mee te nemen, zeker. Nou, moet ik in die auto? In deze auto. Jezus. Gaat u maar lekker zitten. Jezus. Dus de handtasje, ik neem een tasje wel even vast. Wat als u dat prettig vindt, ik heb nou, nog speciaal jongens. Voor u een pleet meegenomen. Nee joh, ik denk je pleet, we moeten die voor hebben. Niks pleet? Dan, nee. Geen pleet? Duvel op met je pleet. Nou, neem me niet kwalijk. Oma stelt veel belang in het wel en wee van Patrick Kluivert. Die een beetje boven zijn stand leefde. Ja, denkt u? Ja. Kluivert? Hij stond in de gids en een heel verhaal ja. Van hem. En hij is pas 18 jaar. Nou, kijk eens wie we hier hebben allemaal. Dag, mevrouw. Mag ik u een heerlijke zoen geven? Ja, helemaal. Ik vind u een enige trainer. Ja? Ja? Dat vinden er niet zoveel. Toch niet, denk ik toch wel. Maar u bent voor Ajax. Ja. En vindt u dat we goed voetballen? Ja, heerlijk. We zitten net over de opstelling een beetje, want mevrouw maakt zich zorgen of Kluivert meedoet. Patrick doet niet mee vandaag. Nee. Ah. Is die geblesseerd of heb je straf? Straf hebben ze nooit bij mij. Heeft u nog een goed advies aan meneer Van Gaal? Nee hoor, Oma. Ik vind u gewoon fantastisch. Ja? Hoor je het, Harry? Ja, hoor je het, Harry? Ja, ik hoor het. Ja, ik hoor het. Ja. De wijsheid, wijsheid komt met de jaren. Ja. U bent wel een fan van Van een hele eerlijke trainer. Ja? Oh, is dat zonde, jij met je Kluivert. Ja. Oh, wat ik tegen jou zeg, moet je niet verder vertellen. Nou, hij doet niet mee. Nee? Heb je het gehoord? Is hij geblesseerd? Nee, ik weet niet. Hij ik geloof niet geblesseerd. Hij heeft straf. Hij heeft toch straf, hè? Hij heeft te veel lef gevoerd. Nou, laten we eens even lekker zitten. Nou. En dan kan u zo naar de wedstrijd kijken. Oh, wat leuk, joh. Zijn dat nou die boksen? Ja. Waar ik zo van gehoord heb, dikwijls. Ik had geen flauw idee. Dit zijn nou die boksen. Hoe dat was. Komen ze aan, hoor. Nou, oh, dan moet je hier kijken. Nou, hier kijken, hoor. Dan komen ze daar. Nou is het echt. Nou is dit echt, joh. Dat ziet er heel goed uit. Oma, kijk eens even achter. Mag ik ook omkijken? Ja, kijk eens even achter. Even nou. Hier. Ja. Oh. We missen wel bijna. Ja, dat zie je wel. Jij zou moet je het even in willen inschikken voor oma? Dat is jij lekker. Moet je omkijken. Even een glaasje champagne. Ja, sorry oma, ja, ze komen met champagne. Dat vind ik Ajax toch. Heel veel kansen nodig voor het doelpunt. Maar ze zijn wel veel sterker, toch? Ja, dat is altijd met Ajax. Ze zijn sterker, maar ze buiten het niet uit.
Ajax heeft het moet morgen eerst 1-1 van die kant worden, want als het dan gaan ze pas... Dan gaan ze pas voetballen? Nee, ja. Dan worden ze alert. Nou, jongens. Komt de MVV weer? 1-1. Nee, kom. Zou ik niet denken? Nee, toch. Het zal toch niet waar zijn? Hop. Nou, u heeft uw zin, hè? 1-1. En dan speelt Ajax. Ja, ik heb niet mijn zin. Nou, u zei... Ik vind het gewoon erg, maar ik zag het aankomen. Oh, gaat de boer. Ja, kom op. Ja, boertje. Ze waren tegen Milaan scherper, hoor. Vond je niet? Eindelijk, hoor. Eindelijk. Juist, nou ken ik ze weer. Okay. Ja, dat is haar. Ja, dat is haar. Kom. Kluivert, ja, kom op de mars. Ja. 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 En om oma's geluk te vervolmaken, krijgt ze ook nog bloemen van Ronald de Boer, plus een pijlsnel ontwikkelde foto van haarzelf met Louis van Gaal. Vond u het een leuke dag? Ja, ik vond het verschrikkelijk mooi om ze eens echt te zien spelen. Ja? Ja. Nou. Vond het heel leuk. Goed zo. Nou, en ik denk dat heel veel mensen in Nederland zullen denken, had ik maar zo'n oma.